Nou, ik vroeg wat het verschil was tussen, laten we zeggen, wat de eerste... Kijk, ik heb eerst gevraagd, wat gaat u anders doen? Een van uw opmerkingen was, ik ga dat anders doen. En toen vroeg ik me af, bodemwatersturend was er eerst. Wat is dan het verschil tussen bodemwatersturend en datgene wat u anders gaat doen, namelijk rekening houden met bodem en water? Nou, om het, ja, weet je, op het risico af dat ik weer een filosofisch verhaal hou, ga ik nu even praktisch. Water- en bodemsturend is een waterschap die zegt, hier mag je niet bouwen. Rekening houden met water en bodem is vervolgens vragen, maar waarom dan? En kunnen we dat niet op een andere manier oplossen met elkaar? Even heel praktisch gezegd, dat is de manier waarop we dit moeten gaan doen. En dit, ik weet het, mevrouw, u begon er net ook al over. Dit zijn echt flinke discussies, want dit is niet alleen te veel water in het geval van regen, maar ook hoe hou je dat water vast, waar je ook weer ruimte voor nodig hebt, zodat op het moment dat er droge periodes aanbreken, je weer voldoende water hebt. En we zijn natuurlijk een land geweest wat decennia water afgevoerd heeft. Dus dat is ook een andere mindset. Maar dat is de discussie die mijn collega van INW voert. Ik voer hem in het kader van het combineren van functies op de manier zoals ik hem net aangaf, voorzitter. En zeg ik dan meteen in reactie daarop. Ik zal dus niet zeggen, want dat kan ik volgens mij helemaal niet zeggen, dat een waterschap, want mevrouw Beckerman had wel een heel aansprekend voorbeeld daarvan, niet op een gegeven moment mag zeggen, maar dit kan niet en nu stap ik naar de rechter. Wat ik gezegd heb, is als we met elkaar een nota ruimte vaststellen, waarin we bepaalde keuzes maken, waarin vervolgens op gemeentelijk niveau in een bestemmingsplan, een omgevingsplan, excuus, oude terminologie, omgevingsplan, gezegd wordt en zo gaan we het doen, dan bestaat het niet meer, en dat is een bijna ja, een morele uitspraak, dat je vervolgens naar de rechter gaat. Want wat hebben we dan met elkaar gedaan al die jaren? En dat is wat ik bedoel met het weer in ere herstellen van het poldermodel. Dat is toch een beetje in de vergetelheid geraakt hoe we dat ooit met elkaar deden. En dit moeten we weer echt zo gaan doen. Want je hebt meer belangen dan alleen water, bodem, natuur, landbouw, huisvesting, enzovoort, enzovoort, enzovoort. We moeten gaan combineren, want we zijn een stadstaat met grote parken ertussen. Mooie parken ertussen, prachtige parken ertussen, grote parken ertussen. Ook zo belangrijk, zeg ik dan met meneer Gabriels. Even zien, voorzitter. Dan heb ik eigenlijk alleen nog de opmerking over het debat dakloosheid. Nou, weet u wat, mevrouw Beckerman, zeg ik via de voorzitter, vooruit, ik kom. Vooruit, ik kom. Maar de volgende keer zal ik ijzeren heinig zijn. Al was het alleen maar om niet mijn collega's voor de voeten te lopen. Want die hebben andere verantwoordelijkheden in al deze discussies. En ervoor te zorgen dat ik ook al die andere dingen waar u mij op afrekent, dat ik daar nog voldoende tijd voor overhoud. En dat gezegd hebbend, voorzitter, heb ik volgens mij alle vragen en opmerkingen in tweede termijn beantwoord. En staat dit debat in mijn hart gegrift, voorzitter. Als eerste debat dat ik voerde als minister van volkshuisvesting en ruimtecoördinatie. Dank u wel. Ik zie nog een interruptie van de heer Gabriels, dus u bent nog niet... Ja, sorry dat ik de partypoeper ben in het eerste debat van mevrouw Keizer. Het gaat over iets heel belangrijks. Dus ik wilde toch nog graag antwoord op de vraag die ik stelde over de milieuregels. En of u niet bang bent dat er meer juridische procedures ontstaan als u die milieuregels niet eerst weghaalt, in de zin van verzacht. Dus je kunt twee dingen doen. Je kunt ervoor zorgen dat die milieuregels, dat er minder toegang is tot de rechtspraak. Of dat het op een andere manier, dat die overlast bestaat, maar dat je daardoor niet kan bouwen en dat je daarop gaat inzetten. Of je kunt zeggen, we gaan die overlast wegnemen en we gaan ervoor zorgen dat we daarna dus meer kunnen bouwen. En welke van die twee zou je dan kiezen, was mijn vraag. En ook in het oogenschouw nemende dat de laatste minder juridische procedures gaan ontstaan. Bij die eerste gaan heel veel juridische procedures ontstaan. Ja, voorzitter. En dat kan je op een paar manieren doen. Die geeft de heer Gabriels mooi aan. Ik ga het gesprek aan met mijn collega's. Kunnen we het niet anders organiseren? Kan het niet een tandje minder? Want als je dat namelijk niet doet, loop je uiteindelijk het risico dat je nat gaat bij de rechter. En dan hebben we helemaal niks met elkaar. Dus, maar denken, zeg ik richting meneer Gabriels,
dat je dit probleem oplost door alle functies die overlast organiseren weg te halen, dat is ook niet de werkelijkheid. Want op bedrijventerreinen en industrieterreinen werken mensen. Daar wordt geld verdiend. Waar wij al die prachtige dingen in Nederland, zoals onderwijs, sociale zekerheid, cultuur van betalen. En mensen trouwens ook een hypotheek en huur. Dus denken dat je daarmee, daarmee heb je wel het bestaande juridische probleem opgelost. Maar ben je een andere functie kwijt. Voorzitter, wij hebben gewoon niet meer de luxe om te denken dat wij alles wat wij in dit land willen onder de bestaande juridische regels voor elkaar te krijgen. Want dan heb ik twee keer Nederland nodig. En weet je, ik vind dat zo'n mooie uitspraak. Something's got to give. Dat klinkt zo fantastisch. Dat betekent eigenlijk, we zullen met elkaar moeten bewegen en keuzes maken. Want anders hebben we twee keer Nederland nodig. En die hebben we gewoon niet, voorzitter. Die hebben we niet. Ja, de vraag was dus of u ook u kunt ook de keuze maken om. Alle bedrijven hebben het niet over, maar soms zijn er bedrijven die voor heel veel woningen zouden kunnen zorgen als je die verplaatst of de productie verplaatst. Maar het antwoord daarop is duidelijk nee. En dat is ook een antwoord. Nee, voorzitter. Dat is niet een nee, omdat ik niet me zou kunnen voorstellen dat dat gebeurt. Maar realiseer je gewoon, zeg ik tegen de heer Gabriëls, dat als je ze verplaatst, heb je ruimte nodig. En die hebben we nou juist niet. En realiseer je aan de andere kant dat in dat soort bedrijven werken vaak mensen die niet achter computers zitten. En die werkgelegenheid hebben we ook gewoon nodig in dit land. En daar staat dit kabinet ook voor. Voor die mensen.